Hartelijk welkom hier bij de Nederlandse presentatie van de Stemmencast van de nieuwe 3D animatiefilm Huisdiergeheim. Ik sta hier dus met mijn grote vriend Max. Max wordt ingesproken door Vetje van Uet. Wie anders snoepjes voor Max. Maar Vetje is er dus niet, maar Max dus wel. En de andere dieren zijn er ook. Mag ik een applaus voor de Stemmencast. Een groot applaus voor Ozon en Murth Muscle. Karen Bloemen en Chloe. Ja, kom maar. Waar zijn ze? Ja, al gezellig hier. De rest komt ook. Ik heb het nog over Roe Evenveer en Buddy. Roe! Ja hoor, doe het dan eventjes. En Buddy. Wie hebben we dan nog meer? Dan hebben we nog, even kijken. Hier zijn ze, ja. De tech was ook binnen. Roe! Waar blijft Gidget en Peggy Vrijens? Ik kan zien dat ik... Ja, en dan hebben we natuurlijk... Max! Jandino, kom erbij, sneeuwbal! Kom hier. Nou, we gaan dus eventjes... Wat een heisa allemaal. Ja, precies. Naakt en kaal. Ja, naakt en kaal. Is dat waarom... En gemeen trouwens, maar kaal snap ik, maar gemeen? Volgende vraag. Okay. Hoe vind jij het om de slechterik te spelen? Volgende vraag. Dit waren mijn vragen. Dankjewel, gewoon applaus. Kom maar. Nee joh, de slechterik spelen is altijd leuk. En ja, slecht. Nou, dat is niet een heel goed karakter. Nee, maar slecht. Gemeen. Lief op een andere manier. Lief op zijn eigen manier. Ja toch? Ja. Ja, zeker wel. Goed, nou, dankjewel. Dit was Murth en Ozon. Dan gaan we eventjes naar Kaar. Jij spreekt de rol van Chloe. Wat kun je over Chloe vertellen? Nou, je ziet al dat Chloe is een hele rustige, beetje luie kat. En in de film is ze ook heel leuk, een beetje cynisch. En een beetje van, echt waar, joh, wat leuk. Maar ze doet helemaal niks, dus ik voelde me heel erg... En nog thuis bij deze leuke grijze poes. Dus een beetje een stoomkant. Ben jij ook sloom of niet? Kan jij sloom zijn? Nou, ik wil altijd heel graag sloom zijn, maar ik heb er geen tijd voor. Dus toen ik dit mocht inspreken, dacht ik alleen maar, oh heerlijk. Zo heel langzaam gaat goed. En dan niks doen, dat is het leukste wat er is. Ja, is het eigenlijk toch? Kun je niet iets bekennen aan ons waar je sloom mee bent of zo? Oh, waar ik sloom? Ja, waar jij sloom mee bent. Ik ben altijd heel sloom als het gaat om jonge mannen versieren. Ik oh, ben ja? Te traag. Ja, ja. Ik zie jou en ik denk, oh man. En ik doe er niks mee. Dat is echt jammer. En je boot gemist. Ja, net te traag. Ja. Ik loop even naar deze kant. Wordt een zenuwachtig kant. Peggy, jij spreekt de rol van Gidget. Gidget is heel erg schattig. Dat zie je aan het roze strikje. Maar ook heel erg stoer. Toch? Ze is uiteindelijk ontzettend dapper, want Gidget is eigenlijk een verwaand hondje wat maar de hele dag een beetje thuis zit soapseries te kijken, Spaanse telenovelles. En op een gegeven moment wordt het hondje vermist waar zij verliefd op is, dat is Max. En zij raadt al haar moed bij elkaar en haalt alle beesten bij elkaar om Max te gaan zoeken. Dus ze is eigenlijk de leader of the pack. Oké. En heb jij zelf huisdieren eigenlijk? Ik had vroeger een hond. Ja. Op mijn 14e kreeg je een zwarte labrador puppy. Oké. Ben jij dan door deze film ook een stuk bewuster geworden van wat dieren eigenlijk doen als jij dan... Stel je ziet nu een hond lopen over straat, denk je van, hey gast, luister, jij hebt echt een dubbel leven. Nou, wat ik er heel erg goed aan vind is dat ze hebben zich kennelijk met het maken van de film heel erg kunnen verplaatsen inderdaad in honden. En vaak is het zo, als je de bekjes open ziet gaan, zie je ook dat, ik zeg tekst, maar eigenlijk is het blaffen. Als je het niet zou horen, dan zou je zien dat het hondje blaft, maar ik heb tekst. En nu dacht ik, ook dat zeggen ze de hele dag tegen. Ja. Oh kijk, dus ineens krijgt het een soort van betekenis in taal. Absoluut ja. Ik denk dat het een hele leuke film is voor hondenbezit. Ja. En houdt die zin. Ja precies, dames en heren, Peggy Vrijens. Roe, ik loop even zeggen aan jou. Ja. Ja, dit is Buddy, de tackle. Hou je hier? Ja, op mijn bord met saus. Ja, maar toch geen tackles? Ik dacht al dat je zoiets zou zeggen eigenlijk. Nee, ik heb niks tegen dieren, maar ik heb ook geen huisdieren. Nooit gehad, nooit van gehad. In Suriname hadden we wel twee honden, maar eigenlijk mijn vader vond dat we twee honden moesten. Dus het waren ook niet mijn honden.
Maar ik zie ze graag. Kijk, zo lief, mooi. Hartstikke lief, zo'n trekker. Buddy, wat is het nou voor karakter? Ik bedoel, lijkt trouwens Buddy een beetje op de Buddy als in de film, deze Buddy? Ja, Buddy is een coole gast. Dat zie je. Kijk, chill. Hey, box. Ja. Zie je? Dus, hele coole tackle. Ja. Hey, Buddy is cool ook. Je moet ze oren zetten, ze hoort niet goed. Oké. Oh, je doet maar oren binnen zwaaien. Doe maar ze oren. Laat hem weten. Oké. Hij wil niet. Hij wil zijn oren binnen zwaaien. Hij zelf. Fix die oor. Jij zet je oor hoog. Komt toch niet iemand te horen. Janine doet het zo. Hij schijnt er goed om te zijn. Jeroen, dat is chill. Wil met zijn oor. Kan die beter horen? Gangster. Ja, precies. Buddy kan zo beter horen. Nou, ik vind het een fantastische hond, maar is het, qua innerlijk, komt Buddy een beetje... Buddy bij mij. Beetje bij jou? Ja, Buddy is een zeer coole gast en hij praat ook rustig en hij voelt zijn oplossing en raakt niet in paniek. En dat ben ik. Ik raak nooit in paniek. Er gebeuren dingen en dan is hij degene die zegt, oké, dat gaan we even zo en laten we het even zo doen. No problem. Klinkt als een hele relaxte hond. Ja. Dankjewel. Hoe even weer? Ja, waar moeten we nou beginnen? Hou hem eens vast. Hou hem eens even vast. Nee, nou, moeten jullie even heel goed kijken wat met deze lieve dame haar... ik moet nog werken vandaag, ik weet niet van jullie. Nee, maar luister. Okay. Ja, zeker. Ik hou hem zeker vast aan. Kom, Jantine. Ik hou hem vast. Ik hou jou zometeen vast, Karin Bloemen. Heel graag, boven. Met deze kamer. Dit is toch een heel lief. Het is een heel lief. Luister, kijk, dit is wat er aan de hand is. Hij lijkt op mijn karakter, Snowball. En Snowball is echt een gangster konijn. Dat is de konijn die op een gegeven moment boos is op de mensen. Want de mensen die hebben heel vaak de dieren niet goed behandeld. Zijn baasje heeft hem ooit gewoon weggedaan. Hij was namelijk een toverkonijn. En zijn baasje was klaar met toverkunsten. Die hem eigenlijk gewoon weggetoverd. En hij is boos op de mensen. Hij gaat nu alle dieren bevrijden. En hij is gangster. Zie je dat? Crazy ass bracket, oké? Dus ik was zelfs bang tijdens het inspreken. Dus nu is, kijk zijn ogen, rood. Ja, rood van vuur. Hij is de hele avond uit geweest en dit is één. Hij is dat ding, crazy as fuck. Oké, dat is super grappig. Alleen, we gaan niet vanzelf. Oké, maar wat heb je dan met konijnen? Ik vind ze lief. Lief, ja. Over afstand. Ik zie dat je ze lief vindt. Nee, mijn dochtertje heeft superveel konijnen. Het is helemaal, moet je kijken. Nog even, en je bent gewoon een ijsbeer. Het is niet normaal. Nee, maar mijn dochtertje is helemaal gek van konijnen. Dus we hebben heel veel konijntjes thuis. Maar niet in een kooi. Ik vind het zelf nooit zo prettig. Dieren in een kooi, daar ben je niet van. En laat ze lekker rondrennen. Niet vasthouden. Gewoon lekker rond laten rennen. Andere kant op. Gaan we nog met je? Die kant. Ja, gaan we nog met je? Ja, straks. Ja, onthoud. Zo is het ook begonnen met Dino. Kijk maar. Ja. Ik heb nog één vraag. Als jij dan nu een huisdier zou zijn. Ja. En je zou, het baasje zou de deur achter zich dicht trekken. Ja. Wat zou dan het allereerste zijn dat jij zou doen? Keuken. Keuken? Ik zou alles vreten wat in huis is. Ik vind het sowieso, we hebben thuis een hond. En een Jan Dino of jij als huisdier? Oké, ik als huisdier. Ik zou springen op, dat doet Angel niet meer. Mijn kat, nee luister, ik heb een kat. En die is dement. Dat is dement. Ja, we hebben dement. Kat. Die markeert, elke keer als wij weggaan, moeten alles dichtmaken, markeert hij weer een plek in huis schoon. Hij gaat weer en markeert. Nee, dat heb je al. Het is jouw huis. Hoe markeert hij dat dan? Hij pist! Hij is een soort territorium. Dat is wat ik doe. Zij mag eigenlijk nergens. Maar dat is, als ik niet alles dichtmaak, als wij weg zijn, markeer de boel. Denk maar, dat is jouw huis. Je hoeft niet is al van jou. Is al van jou. Dus als ik een huisdier zou zijn, zou ik chillen. Zou ik een andere kat bellen? Zou ik een hond zijn? Andere kat bellen? Netflix, chillen. Vissen. Ja, klinkt als een fantastisch plan. Dat bedoel ik. Maar dat was niet van jou, hè? Want ik weet niet. Nee, ik ben er niet bij. Deze is erbij. Deze staat bij jou. Deze krijg ik eruit. Wat zeg je? Als ik een konijn was, zou ik de hele dag Jan Dino pesten. Ja, waar? Ik zou andere dingen doen met jou als ik konijn was. Ja, maar. Ik dat zo. Ik kreeg kamer 3. Dames en heren, een groot applaus voor de stemmenkast. Voor huisdiergaan. Yes! Yes! Hebben jullie vragen?